Expeditie Robinson is toch nog bezig? Ik ben op Schiphol Oost. Een super interessante les gehad vandaag over nee zeggen. Ja, we gaan. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met een... Ja, we moeten vandaag extra vroeg weg. Het is gewoon nog half donker. Maar helemaal niet koud. Zo, Jola die was uiteraard veel te vroeg op school. Die heeft een soort ja, tikje wat ik ook altijd had. Dat ze een beetje bang is altijd om te laten komen of zo. Geen idee. In ieder geval, ik ben weer thuis. Jax ga ik straks weer terug in bed leggen. Die was super vroeg wakker, 6 uur. Dus die is nu alweer een beetje op het einde van zijn Latijn. Ik ga even ontbijten en dan ga ik straks naar een eventje van Kuka. Daar heb ik heel veel zin in. En vanavond, ja, ik kan het eindelijk hard zeggen. Want Jola is niet thuis. We gaan naar The Lion King. En ik heb me wel al versproken, dus ze weet dat we naar een musical gaan, maar ze weet lekker niet naar welke. Dus dat gaat ze heel erg leuk vinden, denk ik. Margaret Haas is nu wel aanwezig. Vorige keer was ze op reis naar Turkije. Nou, onze stichting die zamelt het geld in voor het Emma Kind Ziekenhuis. En we zitten nu in het AMC op de 7e, 8e en de 4e verdieping. Maar vroeger zaten we waar nu het Hyatt Hotel zit in Amsterdam. Het is eigenlijk grappig, je ziet, alles is verbouwd, alleen de voorgevel van het oude kinderziekenhuis staat daar. Maar we krijgen stylingles, hoe we een bedje moeten opmaken. Ik ben heel benieuwd, want ik weet echt niet hoe ik kinderbedje moet maken. Er staat een babybedje, heel diep. Ik had de eerste keer had ik het kinderbedje, super hoog op. Zo van, daar komt het hoofdje. Dat klinkt logisch. En dat klinkt logisch, maar het is heel laag. Oh, oké. Nou, weer al ongeveer. Dan wil ik ook nog een leuk zien. Ja, nee, we doen het gewoon zo. Zet dat maar voor mijn neus neer. Dank u wel. En u weet waar het hoort. Ja. Ja, dit is een hele leuke contourkwaliteit. Dan gaan ze helemaal vol met mannen achter de buggy en in de machicloosje. Dat zijn de nieuwe kwaliteiten die nu al in de markt zijn en straks komt. Wij proberen echt, zeg maar, ik weet niet of jullie ook bekend zijn met het veilig slapen verhaal. Weet je, wij gebruiken vintage wiegjes, die zijn niet gekeurd, mag je eigenlijk niet gebruiken. Maar wij willen gewoon focussen op onze dekens, dus vandaar dat wij dat doen. Wat best wel belangrijk is, kinderen hebben best wel vaak altijd te warme kleding aan. Dus wij proberen ze echt wel alle klanten mee te geven van luister, zorg dat je kind niet te warm in het bedje ligt. In principe de dekentjes dubbelvoud, is het echt wel te warm. Dus dat raad ik altijd wel af, of het werkt. Maar het heeft ook echt met kwaliteit te maken, hoe warm het is, of het synthetisch is. Je kunt eigenlijk alle kanten op, alleen het belangrijkste voor ons is gewoon dat het veilig is. En je hebt toch wel heel snel het idee dat je je babytje extra warm wilt maken ofzo. Ik weet niet hoe dat komt. Iets beter iets te koud zijn dan echt veel te warm. Dus je zegt eigenlijk als je van de winter een dikke slaapzak gebruikt, dan kun je beter dat combineren met een zomerdekentje als je dan toch graag een dekentje eroverheen wil doen. Ja. Ja. Nou, ik weet dat ik van mezelf, ik vond de slaapzak heel fijn, maar ik moet echt iets over me heen. Ik vind het gewoon lekker. Ja, daarom. Ja, ook tegen het rollen een beetje. Dan kan je kiezen voor katoen, weet je, gewoon een katoenen dekentje eroverheen. Maar dan is het wel voor je, voor de rollen ook. Dus het echt wel... Met zo'n één minuut trapje. Of die bandjes liggen helemaal tussen de spijltjes. Dus als je maar een slaapzakje hebt, dan maakt het je veel uit als dus dekentje weer. Kijk, dus als Lisette voor je loopt, die heeft gewoon deze schoenen aan. Wat? Kick ass, man. Waar is die jurk van? Die is zo leuk. Van Donna is al bij Kinnis. Heel vet. Echt heel leuk. Dit stukje is speciaal voor Smadar. Smadar. Hoi. Zo gezellig. Thank you.
deze drietjes op de We Are Pregnant Beurs. Voor meet and greet. Echt het is super leuk dat we nu ook met z'n drieën bij elkaar zijn. Heel toevallig. Ja. Dat is echt de BN'ers. Ja. En Koeka is ook aanwezig. Ja, zeker. Wij zijn ook aanwezig. Ja. Back home. Het was echt super gezellig bij Koeka. Oh, wat is dat toch leuk om altijd even lekker wat te kletsen met al die meiden. Het is zo gezellig. En je hebt allemaal zoveel om over te kletsen. Omdat je allemaal een beetje een soort van hetzelfde werk doet. Het is gewoon echt heel leuk. Nou, verder. Want ik moet nu naar binnen. Joltje moet zich even omkleden. En dan gaan we ons klaarmaken voor de Lion King. Rah. Yola. Yola. Yola weet namelijk niet wat wij gaan doen. We zijn onderweg naar... weet ik niet. En we gaan eerst naar Bart toe, want die is nog aan het werk. Niet zeggen wat tegen de mensen. Nee. Dus we rijden nu eerst naar Bart toe en dan gaan we daar bij Bart in de auto stappen. En dan rijden we vanaf daar verder, want Bart had een afspraak nog en anders zouden we het net niet redden. Hallo, je ziet net niemand, hoi. Kijk, vliegtuigen. Daar zit jij morgen. Daar zit mama morgen weer. Ja. Tussen de vliegtuigen. Maar dan wel van Tanzania. Ja. Nou, daar hebben we meneer Bart weer, die veel te laat was. Dus mochten we straks te laat komen, dan is dat... Ik had voor niks keihard gehaast en ik heb voor niks gegeten. Dus... Ik, 20 minuten heeft ze moeten wachten. In die 20 minuten had ik heel veel kunnen eten, schat. Ja, maar ja, hè. Ik had een interview, schat. Dat kan ik niet even afkappen. Serieus, zagrijniger kan je mij niet krijgen dan geen eten voor mij. Een soort van net aangered. Maar dan wel zonder eten. Ja. Yola, kijk voor je. Heb je wel gezien hoor. Oh, nou, leuke verrassing zo. Leuke verrassing. Nee, niet gezien. Maar... Nou, hoe vind je het? Ja, leuk. Ja? Sla je hier. Fuck. Ja. Heb je een invitation? Ja. Ik heb lekker een hele bak popcorn. Lekker. We hebben super nice plekken, man. Check hoe dichtbij. Welkom allemaal hier in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Het is een hele bijzondere avond, want vanavond, en er zijn een aantal mensen speciaal uitgenodigd voor vanavond, die weten het al, maar jullie die er ook allemaal bij zijn, weten het nog niet. De Lion King bestaat vandaag op de kop af 2 jaar. Dus we zijn jaar. Wij zijn iedere keer weer ongelooflijk blij als Stage Entertainment, als dit theater, dat we in de zaal heel veel mensen met kinderen zien zitten. Omdat kinderen op die manier met cultuur in aanmerking komen, en met theater in aanmerking komen, met musical in aanraking komen. En dat raken ze hun leven lang niet meer kwijt. Kinderen, je bent gewaarschuwd, dit onthoud je hun leven lang. Maar er zijn heel veel kinderen die niet in de situatie opgroeien dat ze naar zo'n voorstelling toe kunnen, omdat hun ouders het niet zo breed hebben. En toen dachten wij, als de Lion King, eigenlijk moeten we trakteren. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Linda de Mol. Oh. Ja. Ik sta dus nooit op in het theater, want het is simpel. Ik voel me nu al verschrikkelijk en ik kom naar mijn tata. We moeten door. Heel vet was het, hè? Ja, en nu is het heel erg laat. Ga snel naar huis. Is, terwijl ze zo moe is, hè? Ja. En Yola is een beetje teleurgesteld, want ze zag iemand waar ze heel graag mee op de foto wilde. Nee. Hoe heet hij eigenlijk, Yola? Junior Lucas.
Oké, je weet het. Hij is van de Expeditie Robinson en was hij niet iets van DJ? Ik weet het niet. Hij was DJ, ja? Ja, nou ja, ik liep de hele tijd gewoon praktisch naast hem. En ik mocht het niet vragen van Yola. Ik mocht niet vragen. En nu wil ze ineens toch op de foto. Ja, nu lopen we wel goed. En weet je wat nog het allerleukste was van deze persoon die Yola tegenkwam? Dat wij zagen, Expeditie Robinson is toch nog bezig? Ja, ja. Toen zei Yola, hè? Hoe kan hij nou hier zijn? Toen zei ze, oh ja, nee, natuurlijk, hij is er afgelopen week uitgegaan. Hè? Ja, ja. Daar ben ik dan. Ik ben op Schiphol Oost. Vanochtend rete vroeg opgestaan, uurtje of 5 of zo, omdat Jax wakker was. En mijn moeder was er ook nog steeds. Die sliep bij ons natuurlijk, omdat we gisteren naar de Lion King waren. Maar ik vond het eigenlijk niet zo erg, want ik wilde Jax wel eventjes gewoon nog even lekker knuffelen voordat ik weer weg moest. Want het is echt super raar om gewoon ineens een paar dagen achter elkaar weg te zijn, jongens. Gewoon niet bij mijn mannetje. Ik mis hem nu al heel erg. Echt heel erg. Maar ik heb hier ook wel zin in. Ik ga dus de komende 3 dagen cursus doen. Deze cursus, dat houdt in een CA2 development. Oftewel, ik ben CA2. Als je net stuurdes bent, dan ben je CA1. En als je wat langer bent, dan ben je meestal CA2. Maar dan moet je wat meer dingetjes kunnen, zoals speechen enzovoort. En dat moet bij mij weer even een beetje geüpdate worden. Dus vandaag heb ik vooral dat soort lessen. Hoe ik moet speechen en zo. Dus dat is het eigenlijk een beetje kort uitgelegd. Let's go! Het is trouwens 7:15. Terwijl ik officieel pas om 8:00 begin. Ik ben weer eens veel te vroeg. As usual. Maar ik ben gewoon altijd heel erg bang dat er file staat. En dat stond er nu niet, want dan ben ik er net voor. Maar als ik er net achteraan ga, dan ben ik zeker te laat. Dus vandaar. Oh, wat is het toch lekker om Schiphol te zien ontwaken. Kijk, daar ligt Schiphol. Ik ben nu dus op Schiphol Oost. Dit is waar de hangar is van Transavia. Daar krijgen wij onze lessen. En daar is Schiphol. En dit is de hangar waar ik het over had. Leuk, hè? Interessante les gehad vandaag over nee zeggen. Dat is wel echt heel erg goed voor mij. En nu hebben we pauze en straks krijgen we nog even iets met een acteur. Dus dan krijgen we echt de real deal met agressie van mensen. Zo, ik heb me even lekker laten gaan. Mijn god. Ik vind het echt een cheapie voor 5 euro dit allemaal bij elkaar. Tada! Guys, wat een dag. Aansluiten in de file. En de dag is nog niet afgelopen. Want straks ga ik nog even een examentje afleggen. Dat gaat over het speechen. Dat moeten we online doen met een soort programmaatje. Misschien hadden jullie dat in de vorige vlog gezien. Voor de rest kon ik niet zoveel vloggen vandaag. Want we hebben gewoon heel veel oefeningen gedaan. En nog eens oefeningen gedaan met acteurs. Heel erg leuk. Ik vind dit echt oprecht een hele leuke, interessante, leerzame cursus. Dus hier heb ik echt heel veel aan. Ook voor in je privéleven. Ja, heel blij met deze dag. Ik mis hem. Oh, jammer, hij slaapt. Or under the seat in front of you in such a way that neither the aisle or the exits are obstructed. From this moment on, ladies and gentlemen, all hand luggage including. Oh, wat heb ik jou gemist? Ja, hè? Ja. Ja, vertel het maar. Het was best een beetje pittig om dat examentje zo op te nemen. Want wanneer je dus een stukje tekst ineens gaat op, of nou ja,
gaat speechen, dan klinkt het heel erg opgelezen. Het is ook wel opgelezen, maar het klinkt ook echt opgelezen. Ik hoop maar dat ik dat examen gehaald heb, maar dat hoor ik morgenochtend pas. If you want to see it, ja, dan moet je maar kijken naar de volgende vlog die vrijdag online komt. Dus cliffhangertje voor jullie dan maar, hè. En voor mij ook. Maar goed, ik zie inmiddels dubbel. Ik ben reet moe, dus ik ga lekker slapen. Dank jullie wel voor het kijken. Bye! Rock that joint. Ik moet echt nog even een half uurtje oefenen. Ja, zeker. Als jij in de tussentijd gaat koken. Ja, dat is goed. Ik heb helemaal eten gegeven. Ja, dat is goed. Ik ga beginnen.